Hallo, goedenavond allemaal. Ik was vergeten de droger uit te doen, dus ik was hier nog heel even weg. Maar anders horen jullie die de hele tijd. En terwijl ik aan het wachten was, had ik in één keer een leuk idee. Dus ik ging dat even uittesten, maar voordat je het weet is het dan ineens 5 minuten verder. En dan mocht ik alweer live. Hallo allemaal. Want dit hebben we zo meteen nodig. Leuke wasknijpertjes. Hey Von, leuk dat je er ook bent. En Toos, hoi. Leuk. Nou, dit even opruimen, gaan we straks mee verder. Hey Rianne. Zijn er mensen die met me mee wilden doen? Want ik had al een proefje gemaakt en alle maten. Dus ik dacht, oh, die kan ik misschien wel een keer delen van tevoren. Zodat mensen die het leuk vinden met me mee kunnen doen. Zijn er mensen vanavond die hebben gesneden en met me mee willen doen? Hoi Linda. Hoi allemaal. Hey Allison. Leuk. Als ik niet. Oh, nou, dat geeft niet. Ja. Is ja dat je met me mee wilt doen? Is dat een Dilly? Leuk. Lekker kijken. Ook helemaal goed. Kan je altijd later beslissen om het nog te gaan maken. Helemaal goed. En Yvette en Grada. Ah, leuk. Nou. Ja, ik heb het. Het proefje ziet er niet uit. Dus die ga ik jullie niet laten zien. Ik ga gewoon lekker aan de slag. Ik heb wel wat voorwerk gedaan. Omdat ik dacht dat het anders niet af zou komen. Zeg maar in het uurtje. Dat zijn eigenlijk alleen maar deze doosjes. En daarvan moet ik er nog één hebben. En die ga ik nu met jullie maken. Dus dat zijn die 4 stukken. Kartstok dat ik had opgeschreven van. Oh, chips, waar heb ik nou mijn speakbrief met de maten? Oh, die moet wel hier ergens liggen. Nou, dat weet ik niet meer, maar dat maakt niet uit, want dan meet ik ze gewoon weer even op als ik het er niet op had geschreven. Moet ik alleen goed nadenken bij het rillen. Gaat dat goed komen? Ik gok het er maar op, want ik weet niet waar ik het neer heb gelegd. Die gaan even aan de kant. Want ik had geschreven, we hebben een stuk kartstok, of 4 keer een stuk kartstok nodig van 17 uit mijn hoofd. Ja, 17 keer 26. Nee, 29,5. 17 keer 29,5. En die gaan we rillen. Dus daar hebben we het rilbord even nodig. En die gaan we rillen op de korte kant. Dus de 17 centimeter gaat tegen mijn lineaal aan. Even spieken of ik in beeld ben. Oh, zo, dat is veel vertraging. Even kijken of ik in beeld ben hoor. Maar het duurt heel lang zo te zien. Ja, mijn bord ligt in beeld. Die gaan we eerst rillen op 2 centimeter. Of wacht, dat is niet zo handig hoe ik dat nu doe. Dus 2 centimeter. Even het mes opzij. Even ruimte maken dat mijn rilbord mooi plat kan. Smakelijk eten voor degene die nog lekker zitten te eten. Maar de eerste rillijn 2 centimeter op de 17 centimeter kant. En dan schuiven we die door naar de 14 centimeter. Daar komt ook een rillijn. En dan nog eentje op 16 centimeter. 16. En dan gaat de 29,5 tegen mijn lineaal aan. En dan komt de eerste rillijn op 12. Hoi Francis. Ik heb het voorbeeld niet hier bij de hand. Maar het wordt een cadeaudoosje.
in een soort kratje, zal ik maar zeggen. Ik denk dat ik het zo het makkelijkste omschrijf. We hebben op 12 centimeter 1 op 14 centimeter. Dan moet er daar weer 12 bij. Dus dan komen we bij 26. En daarna op 28. Deze even aan de kant. En hier gaan we een beetje in knippen. Vind ik altijd fijner om aan de achterkant te doen waar de rillijn omhoog komt. Ik heb hier nu aan de onderkant de rand van 2 centimeter liggen. En hier hebben we twee rillijnen. Dus één baan van 2 centimeter en eentje van 1. In die onderste rand hebben we rillijnen, korte rillijnen van 2 centimeter. Die knip ik in. Tot aan het kruispunt. En ik knip altijd graag even een klein reepje. Dus eigenlijk de rillijn knip ik ertussen uit. En dat doe ik bij de 3 rillijnen hier onderaan. En de laatste heeft hier zo'n rechthoekje van 1,5 bij 2. Die knip ik helemaal weg. En deze lange wordt een lijmstrook. Dus daar knip ik een puntje van extra weg. Dus zo ziet het er dan aan de onderkant uit. Dan gaan we naar de andere kant. Deze lijmstrook, hier zit weer die rillijn. Knip ik weer schuin weg. En dan knip ik dat rechthoekje en dit kleine rechthoekje helemaal weg. Zo, dit hou je dan over. Dat is lang geleden dat ik dat gegeten heb. Shawarma. Daarnaast heb je weer een rillijn. Die knip ik tot het tweede kruispunt. En dit rechthoekje hierboven van 1 centimeter gaat ook weg. Hier knip ik nog even de rillijn weg. Dan hebben we weer lange stroken. En bij deze rillijnen knip ik helemaal tot aan het tweede kruispunt. De rillijn ertussenuit. En dat doe ik bij de volgende ook. En dan hebben we hier dus een vierkant. En hier een rechthoekje. En dat rechthoekje haal ik ook weg. Even mijn frummels weg. Dus dit is wat er dan over is gebleven. Ik kan nu lekker meekijken. Hard gewerkt, Gesina. Dit is wat er over is. Hey Joke! Ik heb vanmiddag gezellig... Vanmiddag, eigenlijk bijna de hele ochtend en middag... met Joke zitten knutselen. Was hartstikke gezellig, hè Joke? Met, ook met deze collectie, de Vintage Christmas collectie. Zo ziet het er dus uit. Ik hoop dat het goed te zien is. En dan... Wil je nog even waar? Ik weet niet zo goed wat je bedoelt. En dit ga ik vouwen. Heb ik mijn vouwbeen? Had ik hier wel ergens? Ja, hier. Die aan de onderkant gaan allemaal in dalvouw. Dankjewel, Gonnie. Hierboven gaat bij de tweede rillijn gaat in dalvouw. En die strook van 1 centimeter, die gaat in, nou dat, zeg ik dat nou goed? Ja, dalvouw. En dit wordt dus weer een bergvouw, dus die vouw ik de andere kant op. Dit wordt een dalvouw, deze ook helemaal. En dan die centimeter weer terug omhoog in de bergvouw. Dankjewel, die heb ik zelf gehaakt inderdaad, trui. Vind ik af en toe leuk om te doen. En dan die verticale lijnen. Die gaan ook weer allemaal in. Oops, in dalvouw. Zo. Nou, de lijmstrook laat ik meteen. Of zal ik hem eerst beplakken? Nee, kan ik wel eerst dichtmaken. Die ga ik meteen dichtplakken. Dus ik vouw die naar binnen.
Ja, ik vind dat altijd wel grappig. Een beetje van die colorblok zie je in de mode die in de winkels ligt ook. Dus daar spiek ik het dan van af. En die gaan we dichtvouwen. Dus dan vouw je hem dubbel. En dan plakken we zo het doosje dicht. En dan is het gemakkelijk, het gemakkelijkst om nu designpapier erop te plakken. Ja, ik vind het leuk om dat ook te matten. Dus ik heb een mooie donkerblauwe matlaag van 11,5 bij 11,5. En daarop heb ik dit designpapier gekozen van, het van de grote paperpad. En nou wil ik jullie heel graag dat nummer zeggen, maar ik heb de verpakking niet meer. Ik ben de verpakking kwijt. Dus, maar het zijn die grote scrapvellen. En daarvoor heb ik, daarvan heb ik er vandaag 2 gebruikt. Nee, dat jok ik. 3. Ja, 3. Voor op de doosjes 2. Namelijk deze met die mooie watercolor pagina. Die zit op beide kanten van 1 doosje. En die mooie met die tekst waar ik nu de andere delen van op mijn tweede doosje ga plakken. En zometeen heb ik nog een derde scrapvel van 30,5 bij 30,5 nodig. Ik weet niet of Linda, heb jij de verpakking nog in de buurt? Dat je even gauw voor mij dat die code zou willen intikken. De JMAVC en dan I don't know. Dankjewel. Oh, deze zit nog niet vast, maar. En mijn designpapiertje is natuurlijk 11 keer 11, of natuurlijk, maar ik kies vaak voor een halve centimeter verschil. Dus het vak van mijn doosje is 12 keer 12. Mijn matlaag is dan 11,5 keer 11,5. En mijn designpapiertje, dankjewel Linda, designpapiertje is dan 11 keer 11. En die komen aan beide kanten op dat vierkant. Ah, super fijn. Dankjewel, Martine. Ik had nog niet gezien dat je er ook was. Leuk. Alleen, nou, ik hoop dat het goed gaat met de dingen, want hij blijft bij mijn reacties. Hij blijft een beetje hangen, de helft. Ik ben met de... Leuk! Dankjewel, Carla. Superleuk. Ik verheug me er zo op als jullie het straks af hebben om ze te zien. Ik vond het zelf heel erg leuk om te maken. En nou ja, super verrassing. Dankjewel, Linda, dat het dan zo'n dat jullie zo enthousiast reageren. Ik dacht, ik doe maar wat. En dan is dat wel superleuk. Ja, hallo allemaal. Daar ben ik dan weer. Hallo. Zo, die zit. En dan gaan we het doosje in elkaar plakken. En dan ga ik aan de onderkant. Doe ik eerst een van de lange naar beneden. Doe ik hier aan de binnenkant van mijn flap, korte flapjes. De zijflapjes zal ik het maar even noemen. Doe ik een beetje lijm. En die vouw ik hier zo overheen. Zo. En dan doe ik deze lange strook daar weer overheen, zodat die kleine flapjes er eigenlijk tussen gesandwiched zijn. Zo, en aan de binnenkant ga ik die even met mijn liniaal mooi aanduwen. Ik ga een cadeaudoosjes maken in een soort kratje. Ja, ik had het caddy genoemd, want ik had het gezien, soortgelijk iets, in een blog dat heet Mixed Up Craft. En dan noemden ze het een caddy, maar ik had bij Google Translate gekeken van wat is het Nederlandse woord voor caddy. En dat was ook caddy. Dus ik wist eigenlijk niet zo goed hoe ik het anders moest noemen. Een blikje tijd. Ja, die verkopen ze niet, hè? Dat is een beetje jammer. Dit zijn de doosjes. Nou had ik leuke klemmetjes en daarmee gaan we ze sluiten. En toen ik net aan het wachten was,
op jullie, of op de tijd eigenlijk, dacht ik, het is wel grappig om door zo'n oogje van zo'n... Kijk, hier zit zo'n mooi gaatje in. Daar dat leuke touw uit de collectie te doen. Kijk, deze touwtjes. Ik had dan bij de donkere wilde ik lichtblauw en de bruin gebruiken. Dat is hempkoord, noemen ze dat. De code van deze zijn de JMAVC RIP 03. En dat is dan de blauwe variant. Dus daar zit ook die lichtblauwe bij in. En dan heb ik die gemengd met een bruine. En daarvan is de code JMAVC RIP 04. Dus 03 en 04. En dan had ik bedacht dat ik in de lichtblauwe, dat ga ik nog even doen, de lichtblauwe knijpertjes, waar ik van één kwijt ben hier, dan de donkerblauwe garen wilde doen. Even kijken, want ik zit weer te tetteren en niet te lezen. Weet hij, oh ja, Joyce weet alle nummers uit het hoofd. Hè? Ja, nou, niet deze Joyce hoor, maar Joyce Jansen. Die, oh, is Joyce aan het sporten? Ik weet er niks van. Moeder zal het wel weten, toch? Die weet het beter, denk ik, dan wij. Even kijken. Dus ik had 20 centimeter per dingetje geknipt. En dan ga ik nog eventjes die andere twee ook doen. Van Kelly is drager. Nou, ja. Drager. Goed om te weten. Deed bij jou Google Translate dat vertellen? Of weet je dat zelf, Anne? Want ik had het bij Google Translate ingevuld. Nou, en die maakte mij niks wijzer. Geeft niks, hoor, Dick, dat je een klein beetje te laat bent. Even kijken. Ik kan het altijd terugkijken, hè? Dus die ga ik hier zo nog eventjes inmieren. Oh, gaat in één keer goed? Yes! Gaat een keer, als jullie kijken, in één keer iets goed. Dat gebeurt niet vaak. Dan zal het wel een heftige wedstrijd zijn als het tijdens het badminton, las ik dat goed? Ja, ik kan kijken naar de live, dat lijkt me niet. Zo, en die komt dan op het tweede doosje. Oh, maak ik hem nou stuk? Dat is jammer. Wacht, ik kan hem nog wel fixen. Yes. Moet ook niet te hard knijpen op die mini knijpertjes, hè? Dat... is ook niet nodig. Oh, wacht. Ik ga het anders. Want deze heeft hetzelfde designpapier. Dus die moet ook hetzelfde knijpertje, vind ik. Wacht even hoor. Nee, geen Google. Geef inderdaad hetzelfde maar. Maar ook golf, jongen. Oh, dat heb ik helemaal niet gezien, joh. Oké. Grappig. Maar dat is natuurlijk ook zo, hè? Daar doen ze dat, gebruiken ze dat ook bij. Natuurlijk komt het goed. Zeker. Even kijken. Nou, de laatste erin friemelen. Is natuurlijk niet zo spannend om naar te kijken. Zal ik dat bewaren? Kijk, want deze wil niet in één keer. Die bewaar ik wel voor later. Dan gaan we gewoon lekker verder. Want het is anders dan maar een potje saai om naar te kijken. Dan gaan we naar het volgende stukje kartstok. Daar heb ik gelukkig opgeschreven. Die is namelijk 15,2 in de breedte. En 11,5 in de hoogte. En die gaan we rondom rillen. Even mijn rilbord weer nodig. Op 1,5 centimeter. Dus die ga ik op 4 kanten rillen op 1,5 centimeter. Goedenavond. Geef niks. Leuk dat je er toch bent. Waar koop je dat vouwbeen met die naam ervan? Dat heb ik van een vriendin gekregen. Melanie. En Melanie die doet dat ook voor anderen. Op Mels Creaties. Hier op Facebook. Maar dat is leuk, hè? Ik vind het super leuk.
altijd speciaal. En als je een keer naar workshop of zo gaat, dan hoef je ook nooit bang te zijn dat je de verkeerde meeneemt. Dat is ook altijd fijn. Oh ja, lekker naar aan de koffie. Doei Annetje. Nou, die ga ik op twee kanten inknippen. Die kleine rillijn tot aan de kruispunten. Wacht, en ik knip er een klein taartpuntje extra van af. Dus zeg maar zo recht. En dan in die drie of vier kantjes mag een klein taartpuntje extra eraf. Wat? De mate van dit stukje kartstok was 15,2. 15 centimeter en 2 millimeter. En keer 11,5. Ja, ik ga toch niet helemaal hier onder de camera hangen. Dat is wel een beetje raar. Maar hij is gewoon helemaal, bijna helemaal geel. In granny steekje, noemen ze dat toch, volgens mij. En dan hier alleen maar een lichtgroene mouw met een beetje groen. En dan niet zo lang, want ik ben niet zo lang. Oh, lekker in lanzerood. Wie zit er in lanzerood? Daar is lekker warm. Daar hoef je niet zo'n trui aan als ik. Je ziet misschien nu nog wel een t-shirt. En hier gaan we een bakje van maken. Een heel ondiep bakje. Dus we gaan alles dezelfde kant op vouwen. Ja, klopt. Creaties. Ja, dus de tweede R moet weg. Maar anders, Thea, mag je me ook wel een berichtje sturen. Dan kan ik misschien makkelijker het linkje als je het niet zomaar vindt. Even zien. Ja, granny steek inderdaad, hè. Je past makkelijk. Anne, ik ben wel klein, maar zo klein nou ook weer niet, hè. Past erop. Oké, ik ga er een bakje van maken en normaal gesproken plak ik dan deze lijmflapjes aan de binnenkant. Maar hier komen straks onze doosjes in en dan zorg ik eigenlijk als ik hem aan de binnenkant zou plakken of een soort drempeltje zeg maar. Om dat makkelijker te laten passen plak ik ze deze keer aan de buitenkant zodat de binnenkant mooi glad is. Dus dat is eigenlijk even een klein rondom 1,5 centimeter. Oh, had iemand dat gevraagd? Sorry. Sorry dat had ik even gemist. Maar dat was inderdaad wat ik gedaan heb. 1,5 centimeter op vier kanten. Dank je wel, Sylvia, trouwens. Was je weg, Linda? Ik had niet eens door. Zo, we gaan de buitenkant vastplakken. Oh, ik ben nog kleiner hoor, Alet. Niet zo heel veel, maar wel een beetje. Om dat kleine stukje te gaan liggen. Je maakt er weer een komiek van mijn live-uitzending. Een komische film, Mr. Bean-achtig iets. Er staat een M, heb en die mouwen. Ik heb de hele trui is gehaakt. Oh, ik ga het niet vertellen hoor. Dat is gênant. Dit is mijn ondiepe bakje met aan de buitenkant die plakrandjes. Dan gaan we vier stukjes kartstok. Die heb ik gesneden op 3 centimeter bij 7. En in het midden gerild op 1,5 centimeter. En dat vier keer. Dus 3 centimeter in de breedte. 7 centimeter in de hoogte. Op 1,5 centimeter gerild. En die vouw ik allemaal dubbel. Oh. Oh,
ben je 1,82. Wauw. Mijn kinderen worden zo lang, want ik heb wel een hele lange man. Nou, die is 2,06 meter. En dan zal ik toch een klein beetje verraden hoe lang ik ben. Of hoe klein. Wij schelen een halve meter van elkaar. Dus dan mogen jullie het uitrekenen. Oh! En kijk, die strookjes, die dubbelgevouwen strookjes, die plak ik aan de buitenkant van mijn doosje op iedere hoek één. Dus dat gaat dan meteen ook over dat lijmflapje. Daar zie je dan ook niks meer van. Nou, als je 1,75 bent, dan mag je dat niet zeggen. Want ik ben geen Lilliputter. Ik ga even verder plakken. Jullie zijn al je lengtes aan het opnoemen. Zo. Wat ik nou wel een beetje jammer vind van mezelf, is dat ik vergeten ben mijn maten uit te gummen voordat ik dit opplak. Maar ja, dat is dan maar even weg. En zo. Die zitten dan mooi erop. En dan had ik strookjes gesneden, 4 stuks van, ik dacht 8,5, maar even voor de zekerheid meten. Ja, 8,5 bij 1,5, dus 4 keer. Die komen hier aan de korte kant, dus eentje helemaal hierboven. En daardoor gaan we een soort kratje maken. Helemaal tegen de bovenste rand aan. Aan allebei de kanten. Dus deze waren 8,5 keer 1,5. 4 keer. Verder. Hoeveel gram? Mijn papier is 200 gram. Verder gaat het allemaal nog steeds over klein en groot en lengtes. Dus, en hier in het midden. Dus tussen, hier hebben we natuurlijk nu een groot gat. Daar moet nog een plankje, noem ik het nou maar eventjes, tussen. Dankjewel Carla. Het wordt nog leuker, maar ik doe het wel even... Maar het lukt wel op tijd, denk ik. Misschien niet de versiering helemaal. Maar ik probeer deze keer wel even helemaal in het uurtje te blijven. Want de kindjes, mijn vriend is niet thuis. En dan moet ze zichzelf naar bed brengen. Dat vind ik ook sneu. Dus dat houdt vandaag wel op een uurtje. Meestal lukt dat wel aardig. Maar nu wilde ik er echt een beetje op letten. Zo, en dan hebben we hier natuurlijk dat ook nog. En dat was even wat gekke. Ik meen mijn hoofd 12,2. Maar moet ik even spieken? Ja, 12,2. 4 keer 12,2 keer 1,5 centimeter. En daar ga ik hetzelfde mee doen. Alleen dan op de langere kant. Ja, nou ze vonden het al wel stoer. Want dan mogen ze een beetje langer opblijven dan normaal. Dus ze vinden het niet erg. Ik denk ook niet dat ze me komen halen. Oh, ze zijn al 11 en 9 jaar. Dus ze hebben geen piepkleintjes meer hoor. Anders zou ik dat denk ik zo niet doen. Maar die zitten nou lekker een filmpje te kijken. Oh ja, maar het gaat goed. Ze vinden het alleen maar leuk dat ze dat zo, dat ze een beetje langer op mogen blijven. En als er iets is, ben ik natuurlijk vlakbij, hè.
Zo, die aan de andere kant. En dan lijkt het al echt een beetje op een kratje, hè? Deze, die gaat een beetje bollen. Even een stukje eraf. Zo. Ja, precies, Anne. Daarom zei, als ik inderdaad uitloop, dan komen ze me dat ook heus niet vertellen. Nee, dat verwacht ik tenminste niet. Althans, de jongste misschien wel. Die kan echt soms vragen, mama, ik ben moe, mag ik naar bed? Maar mijn oudste, daar is het eigenlijk, hoe laat we het ook maken, altijd te vroeg voor om naar bed te gaan. Dat is altijd wel grappig. Oké, kratje is klaar. Die zetten we even aan de kant. En dan hadden we nog twee stukken designpapier. Die had ik gesneden op 12, weet ik nog uit mijn hoofd. Ik dacht 26. Nou, ik heb helemaal geen spiekbrief nodig. 12 keer 26. En die ga ik allebei even rillen. Mijn patroon heeft een klein beetje een richting. Die Franse lelies noemen ze dit, geloof ik, hè? Dus aan de onderkant wil ik graag een rillijntje maken van 4 centimeter. Dus hier 4 en deze ook. Aan de onderste rand. En die vouw ik even naar buiten toe. Bij dit mooie papier durf je bijna de achterkant niet te bekijken. Oh, dan heb ik hier nog niet het mooiste stuk. Maar valt het mee deze keer? Soms dan draai je hem om en dan denk je... Oh, eigenlijk zonde. Maar, mis ik nog iets van de live vraagjes? Ja, een kistje, een kratje, inderdaad. En deze gaan we, zeg maar, dus de 4 centimeters allebei naar binnen toegevouwen. Draai ik ze om en deze moeten op elkaar komen. Dus ik ga hier lekker even met lijm. In ieder geval langs de randjes. En dan hieronder hoeft het niet zoveel, een beetje. En hier moet wel even iets meer. Want hier ga ik straks nog een ovaaltje uitsnijden. En ben ik nou bijna door mijn lijm heen? Dan heb ik hier gelukkig nog wel een Dutch Do-by-Do lijmpje staan. Hier wil ik een beetje meer lijm, want daar gaan ze dan meteen een ovaal uitstansen. En dan wil ik wel dat het goed tegen elkaar zit. En dan gaan we deze zo goed, als lukt, super strak op elkaar plakken. Zo. Ja, dat is mooi, hè? En dan had ik alvast van deze... ovale stansset. Deze zo. Dat zijn de derde laag. En de van klein naar groot. De derde en de vierde laag. Had ik als een frameje bij elkaar getaped. En door de die-cut machine gedaan. En dat heb ik twee keer gedaan. Twee ovaaltjes. Twee lijstjes eigenlijk. Dan ga ik dat nu eruit halen, want deze met de schulpelrand heb ik niet meer nodig. Dit is trouwens de Oval Ornament Frames van Janine. JMA ES CD141. En die, deze ga ik hier door allebei de lagen stansen. En dan een beetje in het midden proberen. Recht en op ongeveer 1,5 centimeter van de bovenkant. Maar dat hoeft niet helemaal gemeten te worden. Zo precies komt dat dan ook weer niet. En dan ga ik hier even dat ovaal uit allebei de lagen tegelijk stansen. Dus doe ik even hiernaast. Want daar staat een machine.
Oeh, ben ik weer terug. Zijn jullie er ook nog? Van welke serie? Deze ovaal is van de Essentials. Bedoelde je dat, Monique? Denk het wel, hè? Oh, dat is echt raar. Ik zit naar het scherm te kijken en ik ben gewoon nog steeds weg. Oh, daar kom ik. Daar zit echt veel vertraging achter. Zo erg heb ik het nog niet meegemaakt, volgens mij. Even dat plakkertje eraf. En dan ga ik deze framepjes, om het mooi af te werken, hier zo omheen plakken. Dan ziet het er ook leuk uit. Eigenlijk wil ik dat wel met die dunne speldenpunt doen. Ik heb al wel een nieuwe fles, maar die heb ik natuurlijk weer niet bij de hand. Ik dacht dat er nog wel genoeg in zat. Ik zag je al niet meer, Linda. Ik denk, waar is ze nou? Ik eens zoeken, maar nee. Zo, en ik had er twee gedaan, omdat we dan ook de andere kant... Oh, wat jammer. Ik heb hier net... Ik ga zo even bijknippen. Zien jullie dat? Heel klein randje erlangs. Toch niet helemaal precies goed gesneden. Oh, groot gelijk hoor. Je hoeft echt niet te tetteren. Het is toch niet stil. Of ja, het is wel stil, maar andere mensen kwebbelen lekker. Dus geeft niks. Ik ben eigenlijk ook altijd wel een stille kijker hoor. Pas als ik iets echt wil weten, dan zeg ik wat. Maar meestal ben ik ook niet zo typerig, zullen we het maar noemen. Hè? Dat hoeft ook niet. Iedereen moet lekker doen wat hij fijn vindt. Kijk, zo ziet het er netjes uit. Dan ga ik heel even hier dit gelijk knippen, want dat vind ik toch een beetje jammer. Dan heb ik er net even naast zitten snijden. Het is maar misschien een millimeter. Als we doen, dan doen we het goed, hè? Zo. Dus, nou klopt het weer. Dan hebben we hier nog die twee flappen. In de bank. Oh. Dat was weer ongein. En ik zit heel serieus te lezen. Die twee flappen die gaan we gebruiken om... Kan ik dat zien in beeld? Nee. Maar jullie, ik denk dat ik wel goed zit. Hier zo in vast te lijmen. Dus ik ga hier aan de onderkant lijm smeren. Toch eens voel. Zo, en die komt dan zo hier onderin op de bodem van mijn krat of kist of caddy. En dan moet ik eventjes de doosjes erin zetten. En dan... Kan ik het met de doosjes ook meteen mooi aandrukken. Het blijft al hier op het randje hangen. Zo, en dan zitten ze er mooi in. En dan kan je dus je cadeautjes hierin stoppen. En dan gaan jullie vast vragen, wat kan er dan in? Nou... Iets lekkers of thee of misschien leuke maskertjes en dan heb je van die gezichtsdoekjes en een beetje een beautypakketje. Je kan er van alles in stoppen. En die kan je dan zo hier aan vasthouden en cadeau geven. En natuurlijk hebben we hier nog ruimte om te versieren. Hier kunnen we nog lekker versieren. Je kunt op krat aan beide kanten nog versieren. Dus ik weet niet hoe laat het is. Oh, we hebben lekker nog 20 minuten. Dan gaan we nog even gezellig... Samen versieren. Vinden jullie dat een goed idee? Ik ga heel even mijn stansen hierin stoppen, zodat ik die niet straks weer kwijt ben.
En dan gaan we even lekker los met die leuke accessoires van de collectie. We hebben natuurlijk de parels. Ik had een lekker voorraadje plaatjes geknipt. Ik heb nog een paar bloemen over van de kast. Dus die kan ik misschien wel hier zo gebruiken. Dat lijkt me wel grappig. Dankjewel. Chocoladeletter. Ja, misschien. Je hebt wel van die kleintjes. Die passen hier zeker wel in. Of een Sinterklaas. Zeker leuk. Zo, aan beide kanten een blauwe en een bruine. Deze is donkerder bruin. Die voor de andere kant. En dan nog een beetje... leuk plaatje erbij. Deze gaat net de verkeerde kant op. Maar die kan dan misschien... Nee, dat komt dan op hetzelfde neer natuurlijk. Nee. Even verder kijken. Een beetje groen. Alleen opletten natuurlijk als je hier op die strookjes alleen je lijm doet. Hè? Dat je niet je doosje die erachter steekt vastplakt. En voor een verjaardag is af, kan met alles waar je een cadeautje bij wil doen. Hier doet hij het goed. Oh, Facebook. Ja, of weet ik niet. Bij mij is het alleen wel, valt me heel erg op dat wat ik zeg of wat ik doe, pas veel later bij mij op de computer op beeld te zien is. Maar dat zit meer tijd tussen dan ik gewend ben. Dat is het enige. Een beetje inkt vind ik wel bij die hele witte randen van die plaatjes mooier. Vind ik mooier passen. Bij het papier en het bruin, zeg maar. Dus dat doe ik dan altijd wel eventjes. Althans, bij deze collectie. Als ik het niet vergeet, hè Joke? Zo. Dan gaan we daar zo'n bloem. De bruine hier. De blauwe. Daar. Zo. Natuurlijk wel zorgen dat hij binnen de onderlijn blijft. Als hij eruit steekt, dan hoe heet het? Dan kan hij niet meer mooi staan, dan duwt hij hem om. Hey Joyce, heb je lekker gebadmintond? Zo, even kijken. Ja, ik weet alles. Nee hoor, mama kijkt toch mee. En die is zo trots, die vertelt altijd over jou dus. Vandaar. Hé Sylvia? Even kijken. Het is een beetje lastig dat ik natuurlijk niet op de gaten. Dus ik kan eigenlijk niet echt op de bloem, want dan plak ik hem waarschijnlijk toch op mijn doosje vast. En dan kan die er niet meer uit. Zo. Sorry. Daar hoef je toch geen sorry voor te zeggen. Toch, Joyce? Of mocht ze dat niet meer doen? Had je daar al te streng toegesproken? Zo, even kijken. Want hier zit nou nog zo'n gat. Of we daar nog iets leuks voor hebben. Nee. Er zitten zoveel leuke plaatjes in. Dat het soms zo moeilijk om dan een keuze te maken.
zijn allemaal een beetje te groot. Nee. Klein lepeltje. Die is wel leuk, maar dan wil ik er eigenlijk ook wel weer een draadje doorheen. Oh. Nou ja, dat is nog te overzien, hè. Als je zelf zou moeten rijden. Maar volgens mij komt het wel goed. Even kijken, dan gaan we daar ook een klein touwtje doorheen doen. Dus dan komt het lint weer. En de lint en het touw weer in beeld. Even kijken. Daar een leuk strikje. Joyce! Een slechte gedachte. Nou, volgens mij verwerkt Sylvia zich daar wel daar achtergelaten. Dus aan mijn rottere plekken kan ik me voorstellen om achtergelaten te worden. Zo, klein strikje erin. En dan plak ik daar zo dat hoekje mee dicht. Oh, wacht, dat doe ik met een foamtape. Kijk, nou heb ik er een keer aan gedacht, Joke. Joke zegt... Gebruik je nooit foamtape? Nou, vergeet ik dus heel vaak. Hé, jongen. Ik wil hem even vergeten om een puffje te doen. Oh, hij is nog een beetje nat. Denk je dat hij dan werkt? Moet je misschien anders heel even een... Maar dat heb ik al geprobeerd. En ja, maar pak anders even voor mama. Wacht, ik heb hier ook een papiertje. Ik moet heel even mijn zoontje helpen. Sorry. Even dat dingetje daar. En dan... Ik weet niet of dat kwijt kan. Ja, goed gedaan. Ik denk dat ik zo wel kan. Ja. Dankjewel, mama. Alsjeblieft, jongen. Heel plezier. Dankjewel. Hij was vorig weekend een beetje ziek en heel kortademig. Dus we waren naar de huisartsenpost geweest. En nou heeft hij een pufje gekregen. Maar die was nog een beetje nat van het schoonmaken. Dus dat was wel slim van hem om heel even te laten zien. Ik denk dat het niet zo goed is als je dat vochtige gaat inademen. Zo, het is ook een lieverd. Even kijken. Maar ja, dat zeggen alle moeders toch? Oh, mijn haartjes. Dat wil ik niet. Wil ik dit nog zo erbij? Oh, kijk hier. Dat zeg ik net zo leuk. Ja, dan wil ik allemaal die stressen, want dat vind ik mooier als ik het niet vergeet. Nou, en wat doet me dan? Die vergeet natuurlijk het labeltje met die stressen. Even zien. Ik wil hier nog iets, maar niet zo groot. Is dit leuk? Ja. Zo grappig, toch? Zo'n leuke... De eerste in het grote kunnen jullie beter zien. Een mooie dame met een stapel cadeautjes en een krans. Zo. Die ga ik hier. Ja, nou ja, meestal zijn ze wel netjes. Ze kunnen ook wel eens lelijk doen. Maar mijn zoontje niet zo heel erg. Dus soms denk ik wel eens, kom op, je mag best een keer boos of... maar die is altijd gewoon een beetje neutraal. Ik kan wel keihard lachen, dat is wel leuk. Dat hebben jullie volgens mij vorige keer gehoord, hè, toen ik live was. Toen was hij een grappige film aan het kijken. Keihard te lachen. En dat was twee verdiepingen lager. Dus dat was wel weer,
Dat was wel grappig. Even kijken. Ga ik nou hier verder of zal ik het doosje hier, gaan versieren? Want ik wil eigenlijk een beetje hetzelfde principe aan de andere kant gaan doen. Dus het is misschien leuker om dan nu even hier te doen. En dan wil ik er graag een strik aan. Met, wat zullen we doen? Zullen we... In ieder geval een blauwtje met bruin. Even kijken, ik denk dat ik deze donkere het mooist vind hierbij. Dus daar gaan we even. Een stuk, hoe lang zou het zijn? 30 centimeter of zo? Hoop ik maar eventjes dat dat genoeg is. En dan moet ik even nadenken hoe dat ook weer was. Want dat kon je zo heel mooi op je vingers doen. Maar ik weet even niet meer hoe. Zo toch? Nee. Oh, ik weet niet meer hoe dat was. Dan kon je zo heel mooi zo'n dubbele strik maken. Oh, die vind ik niet fijn. Joyce, waarom ik die dispenser niet gebruik? Die spleet. Vind ik irritant. Erg, hè? Ja, ik ben wat dat aan helemaal dwars. Wat met dat... Ze hebben ze heel leuk bedacht, maar niet voor mij. Ik weet gewoon niet meer hoe dat nou ook weer was om zo'n leuke dubbele strik te maken. Moet ik toch weer YouTube gaan opzoeken. Moest ongeveer zo. Oh, volgens mij doe ik het per ongeluk goed. Zit jij me nou uit te lachen, Carla? Oeh, kijk, mijn vingers worden gewoon paars. Ik had misschien toch iets langer een stukje lint moeten afknippen. Ah, ik zit vast. Het is gelukt. Kijk. Ik kan alleen niet zo goed vertellen hoe ik dat nou deed. Ik ga even oefenen. Dan kan ik het jullie de volgende keer ook leren. Kijk, dan heb ik een heel leuk stripje. Die wil ik daar. En één staart een beetje te lang. Ongeveer zo. En die plakken we dan in de hoek. Met nog erbij... Leuke plaatjes. Nou, ik ga eerst dit gewoon vastplakken. Strikken is strak. Ja, veel te strak. Die paarse vingers, dan vallen ze eraf. Zo. Vasthouden. Ik kan het mooi even bijlezen, want ik kan het allemaal niet bijhouden. Ik ook maar even laten. Die van mij ook. Ja, maar het is echt, het ging echt per ongeluk, want er is echt zo'n heel handig maniertje voor. Alleen ik wist hem niet meer. En toen ineens zat er een strik in. Dus dat was echt per ongeluk. Dus ik ben eigenlijk wel blij mee. Heb ik tenminste een strik. Oh, is dat zo? Ik weet niet of ik droog ben. Wel net nog een theetje gedronken. Dus valt op zich mee maar. Ik wil eigenlijk die laag daar even zo uit hebben. Kijk. Dan zie je nog beter dat ik twee kleurtjes heb gebruikt.
En dan is die heel mooi vol. Omdat je dus twee lussen hebt. Daarom vond ik dat techniekje zo leuk. En was het ook heel leuk geweest als ik jullie had kunnen vertellen hoe dat ik dat deed. Maar daar ga ik dan nog even op studeren voor de volgende keer. En ik denk ook dat ik dan de volgende keer even mijn lijmpistool aandoe. Want denk je nou dat dat strikje wil blijven plakken? Niet dus. Nou goed, even afblijven, dan blijft hij wel zitten. Goed, dan gaan we even kijken wat voor leuks we er nog bij kunnen plakken. Ik vind deze eigenlijk heel leuk, maar hij is zo groot. Dan moet je dat daar afknippen. Nee, dat is wel jammer. Wat zou daar nog passen? Krans. Die zou ik. Met foamtape en joker. En dan moet er dan nog een takje uitsteken of zo. Zal dat misschien. Takjes zijn allemaal zo groot. Even kijken. Veel te veel plaatjes, veel te veel keus. Oh, hier. Maar ja, die is wel weer heel klein, hè? Nee, dat is het ook niet. Nou, ik ga het er niet van niet afkrijgen. Daar heb ik al wel weer in de gaten. Misschien die. Dit is een laadje uit een uit zo'n kastje. Eigenlijk is het geloof ik voor make-up bedoeld. Maar dat is heel handig, want die staat hier op de tafel. En dan kan ik zo mooi graaien. Ik hou van graaien. En het fijne is ook, er zitten meerdere laadjes in. En omdat die doorschijnend is, kan je dus heel goed zien welke collectie waarin zit. Dat zie je er dan gewoon doorheen. Nou, het moet deze wel worden, want ik vind niks beters. Dus hier ga ik even intappen. Bijna 7:30, hè? Ja, ik zag het. 7:30. Volgens mij is het 8:30, ja. Ik zit ernaast te lezen. Joeienborgje. In mijzelf. Nou, dat is ook wat waard, hè? Een beetje lachen. Het is goed voor ons. Schijnt er een ook vitamine of wat is het voor stofje? Een heel gezond stofje kan je dan aanmaken. Dus nou, fijn dat ik dat kan veroorzaken. Nee, dat kan niet, Joyce. Want ik moet mijn kinderen in bed leggen. Nou, hier nog even een foampje op. Hapsakee. Precies. Anne weet dat, die was er vanaf het begin. Zo. En weet je wat ik denk ook nog wel heel leuk vind? Om alsof het spijkertjes zijn. Zo'n pareltje, die grote. Ja, maar welke kleur dan? Ik denk die bruin. Heb ik dan genoeg? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Moet er eigenlijk 18. 11, 12. Dan doe ik het alleen aan de voorkant. Want ik vind het wel een leuk idee. En dan kijken ze zeker raar. Nou, eigenlijk moet je dat natuurlijk doen met je mooie pick-up tool. Maar dat is zo'n ding, die is bij mij aan de wandel gegaan. En ik heb echt geen idee waar die gebleven is. Zo, wel in het midden. Zo.
Nou, dan hebben jullie in ieder geval één kantje de versiering meegekregen. Hier een vieze lijm langs. Weg. Heel graag gedaan. Leuk. Nou, de andere, de rest ga ik nog later afmaken. Die ga ik jullie natuurlijk nog op een mooie foto laten zien op de groep. Voor nu was dit mijn live van vanavond. Met het kratje met cadeaudoosjes van met Vintage Christmas. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En hele fijne avond allemaal. Dankjewel dat jullie er waren. Het was weer gezellig. Doei doei! Anita, de maten die staan op de groep. Die had ik in een bericht op de groep gezet. Fijne avond. Doei doei.